in deze video. We zijn met z'n allen hard aan het werken en we willen samen zoveel mogelijk bereiken. Maar aan de ene kant willen we elkaar natuurlijk wel verslaan. Met jarenlange succes van de grote namen als Epke Zonderland is het nu tijd voor een nieuwe generatie turnen. Ja, toen die grote namen gingen stoppen was het voor mij wel gunstig. Dus toen heb ik me eigenlijk steeds meer bewezen. Ja, ik moet nog steeds opletten op deze boys. Na een succesvol EK vertellen Loran de Munk en Martijn de Veer hoe ze als jong team in de voetsporen treden van die gouden generatie. Dit is Inside Team NL. Hey, maar jongens, vertel eens even hoe jullie het EK hebben gevonden. Super vet. Ja. Echt een hele gave ervaring. Ik was nog nooit echt op überhaupt een groot senior toernooi geweest. Nee. En ja, dat was gewoon echt super vet. Beter dan ik had verwacht. En dan ook zeker met de prestatie die we hebben geleverd, was het nog veel leuker. Daar sluit ik mij zeker bij aan. Ja, want dan, jij? Ja, echt nog steeds bizar eigenlijk. Allereerst teamprestatie al echt super vet. Heel erg trots op het nieuwe team. En dan ook nog een tweede plek behalen op het EK. Wat nog nooit is behaald. Nee, heel veel teams. Ja, dat is al helemaal mooi om mee te maken. 14.7 voor Loran de Munk of the Netherlands. He goes into the silver medal position. Vice champion. Ja, vice champion geworden. Ja, daar word ik nu ook de hele tijd. Een nieuwe bijnaam. Ja. Mr. Vice. Ja, Vice. Ja, Jess zegt het altijd. Ik zeg, hey, het klinkt wel lekker. Ja. Hoe was dat voor jou met spanning? Als je dan opeens. Ja, normaal ben ik wel een persoon dat niet echt heel zenuwachtig is. Gewoon een gezonde spanning. Maar toen ik op een gegeven moment op EK op ring begon, toen stond ik echt. Ik denk wij allemaal echt helemaal te trillen. Ik had nog nooit zo gevoeld. Maar hoe verder de wedstrijd ging, begon ik op een gegeven moment ook gewoon te lachen van dit is uiteindelijk waar je er toch echt heel de zomer voor hebt getraind. Ja, heel leven eigenlijk. Heel mijn leven eigenlijk. Dat is je eerste grote toernooi. Ja, dus en je hoort dat publiek echt helemaal losgaan. Ja, dus dat was wel gewoon heel vet. Je wil dat ook gewoon graag goed doen. Dan gaat het op een gegeven moment gewoon vanzelf als je het eerste toernooi hebt gehad. En misschien is het ook wel fijn dat je dan een team hebt waarin iedereen een beetje... Ja, iedereen stimuleert elkaar en iedereen moedigt elkaar aan. Het is nieuw voor iedereen misschien, dus... Ja, voor mij, ik was natuurlijk al na een paar EK's geweest, maar toch voelt het weer als een groot ding. Een hele andere energie. Ja, dat ook. Ook met het nieuwe team of met andere mensen is het toch weer een andere vibe. Maar dat, ja, het was gewoon super nice met het team. Dit wordt jouw dag. Ja, als jij het zegt. Nee, ik moet zo oefeningen doen. Ja, dus je komt op het goed moment. Jij hebt wel een paar jaar ook een beetje de tegenaangang elke keer. Buiten de boot. Ja. De boot gemist. Ja. Nee, wat zeg, hoeveel jaar ben je al senior dat je wel... Ja, sinds, 2018. Ja. Daarna was het een beetje aanpoten en kijken wat er allemaal mogelijk was. Maar pas in na 2019, toen Bram mij voor het eerst naar een EK stuurde, dan ga je er toch wel wat van proeven eigenlijk. En dat gaf toch wel de motivatie om door te blijven gaan. Ik ga 3 oefeningen doen. Achter elkaar. Ja, dat is leuk, want mensen denken altijd dat het gewoon heel easy is dit. Want het ziet er zo smooth uit. Ja. Dat is lastig. Nou ja, als het er smooth uitziet, dan... Dan is het juist moeilijk. Ja. Ja, het blijft op deze. Soms lastig omdat het team eigenlijk in de basis vaak wel bekend was. Ja. Ja, en je had gewoon hele goede mensen, dus om daar echt bij te komen was gewoon heel lastig. Maar een hele andere generatie en
volgens mij wisten ze ook nog niet helemaal heel goed hoe ze echt in een team moesten presteren, zeg maar, of waar je wel of niet rekening mee moet houden. Dus ik denk dat wij al echt goede stappen ook hebben gezet daarin. En wel beter misschien naar elkaar kunnen luisteren en op elkaar afgestemd zijn. Is het een beetje wat dat normaal vonden al bij jullie, dat het gewoon een teamsport is? Nou, inmiddels, we trainen nu ook 2 keer in de week samen. We zijn nu in totaal 4 trainingen en ja, dan wordt het wel echt gewoon meer een teamgevoel, zeg maar. Ja. Het is niet dat je in je eentje in je eigen zaal aan het trainen bent. Ja, nu zien we elkaar gewoon zo vaak in de week dat het gewoon echt een teamgevoel is. Als outsider denken ze nog steeds, het is toch een individuele sport. Wat het belangrijkste is in zo'n teamwedstrijd is dat je zoveel mogelijk allrounders meeneemt, zodat je overal gedekt bent op het toestel. Ja. Want uiteindelijk tellen 3 scores mee. En dan wil je zoveel mogelijk mensen hebben die alles doen en dan kan je dat nog aanvullen met toestelspecialisten. Strategisch kiezen wie wel goed is en wie wat minder daar is en dan kan je een beetje aanpassen per toestel om de hoogst mogelijke score te halen uiteindelijk. Ja. Wordt er veel over nagedacht. Door de bondscoach wordt daar soms vervelende keuzes gemaakt, maar de druk wordt opgevoerd en er zijn genoeg mensen of genoeg jongens nu die, die echt ziek veel potentie hebben. Maar voor mij was het, toen die grote namen gingen stoppen, was het voor mij wel gunstig. Dus en toen heb ik me eigenlijk steeds meer bewezen. Ja, ik moet nog steeds opletten op deze boys. Ja, het is gewoon, we zijn met z'n allen hard aan het werken en we willen samen zoveel mogelijk bereiken. Maar aan de ene kant willen we elkaar natuurlijk wel verslaan. Mm. En ja, dus dat brengt gewoon een hele goede sfeer in de zaal, waardoor we gewoon allemaal keihard trainen altijd. Komen zij niet meer dan. Ja, denk je dat de oudste dat dan de volwassenste is, maar... Nee, die probeert een beetje de sfeer erin te brengen. Ja, nee, dat kan Cas wel goed. Let op, hè. Normaal elastiek, hè. Hop. Wow. Het elastiek in elkaar. Ja. En let op, hè. 1, 2. Oh, het is wel echt ziek. Boah. Je moet er even over nadenken. Ja, ik snap het ook echt nog steeds niet. Tijn was voor ik ga het in slow motion doen. Ja, ik heb bekijkt Dislamotion, ik snap het niet. Ja, dat snap ik nog steeds niet. Jezus, die kerstmeer op zoveel een huis, hè? Niet normaal. Oh. Je lijkt op, man. Ja, nu zonder dan. Daar. Rotterdam, make it happen. Yo, yo, yo. Amsterdam, make it happen. Mister mag meten. Dit is het show dat iedereen wil in de gymhal. Nog aan de munt. Dit is trash. Jongens, perfect 10. Ik ben wel weer uitgebreid, maar vandaag voelt het even intens. Ik denk als we nu zo doorgaan dat we al voor Parijs een goede kans hebben met het team. En ja, er moeten nog wel stappen gemaakt worden, maar het gaat met een stijgende lijn. Dus, we zijn hard aan het werk. Ja, Ja, turnen lijkt natuurlijk als je het goed doet, lijkt het super makkelijk. Als je het goed uitvoert, dat is de kunst natuurlijk. Hoe lang ben je zeg maar, bezig om echt een oefening uit te kunnen breiden? Met nieuwe elementen.
Nou, je hebt ten eerste, we hebben nu een soort van basis gelegd qua oefeningen. Ja. En we zijn al een tijdje, iedereen is wel met wat moeilijkere elementen bezig. Maar als je dan één moeilijk element in je oefening wil stoppen, wordt die oefening gelijk ineens 10 keer zwaarder. Ja. En ja, dat moet je dan ook nog perfectioneren, zodat het pas op een wedstrijd kan doen. Want die kan ook niet als het 1 keer lukt van, nou, ja, ga het nu de wedstrijd proberen, dat werkt ook meestal niet. En in teamverband is het meestal wel beter om veilige keuzes te maken dan echt een heavy load programma. Ja, dus dan heb je misschien als jong team best nog wel die jaren nodig om... je hebt gewoon tijd nodig om je oefening uit te werken. Ja, zeker. Ja. Ja, het moet wel stabiel zijn voordat je dat kan tonen op een wedstrijd. Ja. Hey, en wie kijkt wij daar aan? Hoe staat het ervoor? Ja, dat is een lastige vraag. Als Vice European Champion? Vice Champion. Vice Champion. Ja. Als Vice kan ik zeggen dat, dat we zeker wel kan. Want het doel is om top 18 te eindigen met een top 12 e-score. Of... Nee. Eén van die twee. Ah, maar niet uit, de stappen missen toch niet. Hey, nee. Top 18, dat is in ieder geval. Ja. Top 18. En dan gaan we moeilijkere oefeningen dan op het EK. Ja. Onder nu, hop, tjak, bam, bam. Zo, kom aan, voeten volgen. En, ja, pak. Oei, oh, naar binnen, naar binnen. Nee hoor. Slinger, kom op, jongen. Kom aan, Lor, alles, naar voren, jongen. Maar kom aan. Let's go. Met de brug. Naar voren, jongen. En, let's go. En, let's go. Onder nu. Hop, hop. Boom. Boom. Bam. Bam. En heeft iedereen nou ook al een beetje een plekje in het team? Iedereen is gelijk en iedereen heeft zijn eigen zelfde rol. Ja, maar je hebt natuurlijk in het team wel verschillende persoonlijkheden, dat bedoel ik meer. En iedereen heeft een beetje eigen kwaliteit natuurlijk. Ja, we hebben allemaal een beetje onze eigen rol en we weten gewoon goed wat we wel en niet bij elkaar kunnen doen. En ja, daardoor kunnen we gewoon goed met elkaar overweg. Cas is nog steeds de clown. Kassel, ja. Zal die achter blijven. En de afloop van Casimir. Hopla. Bij alles. Hola. Specialist. Ilegu. Nou, top. En nog een mooie, leuke mop. Ja, daar ben ik echt niet goed in. Laten we wel op het einde de elastiek truc zien van Cas. Oh, wow. Damn. Zie? Ja, zie je? Dat is gewoon weer uit de knoop. Kijk, die turmannen, ze kunnen alles. Ja, hè? Goochelen. Ah, dan moet je toch bij Cas zijn. Waar gaat hij daar kijken, hè? Waar ga je daar kijken? Ja, geef dat. Trucendoos. Ja, dit is wel echt heel ik kan niet met het gooitje gaan. Klopt. Hou maar vast. Ja. En draai is gewoon... Nee, zo, ja. En draai is gewoon één kant een hele draai. Ja, verder. Dat is een halve. Nee, een hele. En nu aan elkaar. En dan? Pak hem eens daar door. Nee, die is gewoon zo. Oh, damn. Maar je kan het gewoon kijken, want als ik het 3 keer doe, kijk je alleen maar naar mijn rechterhand. Want ik gooi hem in de lucht en doe ik heel snel dit. Dan heb ik gewoon een hele draai gegooid. Maar net ging je daar naar kijken, dus toen deed ik het met mijn linker. Toen had je helemaal niks meer door. Ja. En ik heb net ook al dit gedaan. Allebei een half tegenovergesteld. Je leert zoveel van de veteran Casimir. Ja, Casimir houdt me altijd gek. Je houdt hem zo vast? Nee, hij inspireert je. Gooi hem in de lucht en je pakt hem op. Gooi hem in de lucht en hij is weg. Een echte magician die verklapt zijn drukken niet. Ja, maar ik ben ook geen echte. Oh, oké. Hij is weg. Ik ben een tachnaar. Muscle up. Let's go.